Het leek wel alsof Helmoet Lotti van de week een grapje uithaalde bij Vandaag een Sight. De zanger, bekend van zijn giletjes en zijn blauwe kolbertjes, stond er opeens te rokken in een leren broek met dito-armband vol spike. Het leek bijna alsof je naar de roze filmdagen zat te kijken. Het ergste van alles, het was echt geen geluid wat eruit kwam. De mannen van Vandaag een Sight deden vlak na het optreden van Helmoet nog heel enthousiast, maar een dag later steken ze hem een mes in de rug. Ze hebben hem in de show van gisteravond bij de enkels afgezaagd. Helene Hendricks stipt als eerst aan dat Helmoet vals heeft gezongen, maar verpakt dat in een compliment. Het kan best wel zijn dat je vals zingt, dat kan, maar dan moet je er in elk geval voor zorgen dat je het met volle overtuiging doet en dat je doorgaat. We zagen even de paniek in zijn ogen, maar op een gegeven moment gaat hij er wel volledig voor. Wilfred Gené ruikt deurt, was het echt zo slecht? Collega Johan Derksen, hij heeft natuurlijk de fout gemaakt, Wilfred. Hij wilde een nieuwe doelgroep creëren, die jongen heeft alles al gedaan, melige liedjes, Vlaamse liedjes, klassieke liedjes en nu doet hij dit. Het was altijd best een goede zanger, al hield je niet van die liedjes, maar dit kan hij niet aan, dit genre. Helmoet zong een cover van I was made for love in, you. Dat is ook een heel moeilijk liedje, want hij is niet gewend met kopstem te zingen en dan gaat hij piepen en zo. Ja, dan sta je geweldig voor lul. Het zijn Johan en Wilfred zelf die Helmoet dit optreden hebben gegund. Wij hebben allebei een CD-box gekregen en toen klonk het best oké, okay, al dus Wilfred. Johan, ja, maar in de studio kunnen we allemaal goed zingen hoor. Dan kom je een heel end. Helene, draai jij het in de auto? Wilfred, nee, maar ik dacht, misschien is het wel een keer leuk, maar ik had de indruk dat niet iedereen het gewaardeerd heeft. Johan is niet tevreden. De act sloeg ook niet aan, want het is zo ongeloofwaardig als Helmoet Lotti daar een Amerikaanse rockster zit na te doen. Wilfred, ik had ook begrepen dat niet iedereen van de organisatie er blij mee was, toch? Johan geeft aan dat Talpa not amused was over het lange optreden van de zanger. Ik had niet het idee dat onze directie die CD-box van Helmoet Lotti gaat kopen. Ik had al heel vroeg een reactie. Helene, een mailtje? Johan, ja? Want ik krijg overal de schuld van, hè? Bij dit programma. René van der Gijp is helemaal verbaasd. Heb je echt een mailtje gekregen? Wilfred, dat is niet helemaal waar. Meestal krijg ik eerst de schuld en dan jij pas. Johan, ja? 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 Een reactie? Ja. René, maar jij had hem uitgenodigd? Wilfred, ik had een box gekregen en toen hadden ze gezegd: we zouden het leuk vinden om Helmoet Lottie Metal te laten zingen. Toen heb ik aan Johan de box meegegeven. We hebben allebei zitten luisteren en toen klonk het best leuk. We dachten dat het een leuke stunt was. We wisten niet dat het 8 minuut 12 was het nummer. Johan, ik had ook verwacht dat hij dit goed zou beheersen. Dan was het verrassend, Helmoet Lotti die hardrock zingt.